Ik vond het heel bijzonder, echt heel ontspannen en heel ontzettend leuk voor de kinderen. Onder luid gejuich bracht koning Willem-Alexander dinsdagochtend een bezoek aan Ten Boer. Hij ging naar basisschool De Huifkar om te praten met kinderen, jongeren en verschillende organisaties over de impact van de aardbevingsproblematiek. Het is ook wel even, denk ik, een beste voorbereiding voor jullie als school. Ja, er gebeurt van alles dan. Want echt heel veel overleggen met heel veel verschillende partijen en... Het is een enorme organisatie. Want je wil, aan de ene kant wil je natuurlijk de problematiek goed op de kaart hebben. En aan de andere kant wil je natuurlijk ook de school gewoon op zijn mooiste presenteren. Dus wat dat betreft, we zijn er wel even mee bezig geweest. De organisatie Wij Groningen was ook aanwezig. Hun aardbevingscoaches begeleiden kinderen die getroffen worden door de problemen. Voornaamste wat we horen is van dat ze het niet leuk vinden als ze naar een tijdelijke huisvestingslocatie moeten. Omdat ze dan toch uit hun eigen huis moeten, ze hun eigen vertrouwde spulletjes missen. Dat ze minder in contact zijn met de vriendjes en vriendinnetjes die misschien nog in het huis wonen waar zij in hun straat wonen. En dat ze niet weten hoe lang het allemaal gaat duren. Nou, we hadden natuurlijk de gastles net en daar hebben we natuurlijk ook een aantal kinderen voor gevraagd. Van joh, als de koning in gesprek gaat, wie wil dat doen? Hè? Wie heeft het wel eens meegemaakt? Hè? Wie zit er op dit moment in de wisselwoning? Wie heeft wel eens een aardbeving meegemaakt? En dan blijken toch 15 van de 36 kinderen daar echt actief iets van meegekregen te hebben. Nou, dat is bijna de helft. En dan zit je eigenlijk nog een beetje aan de rand van het aardbevingsgebied. Nou, kun je nagaan. Ik weet wel dat de collega's in de klasse daar, nou, ik zal niet zeggen dagelijks, maar wel met enige regelmaat hiermee te maken hebben. Ja, dat klopt. En dan ga je gewoon in gesprek met kinderen. En dat hoeft niet altijd georganiseerd te zijn. Het kan best zijn dat een kind 's morgens binnenkomt met een opmerking van... over een wisselwoning en dat er iets niet goed gegaan is. Ja, dan ga je daar met elkaar over in gesprek. Wat dat betreft zijn we als school niet ondertussen alleen maar bezig met de basisvakken. Dan zijn we ook met dit soort dingen bezig. Dus ja, nee, dat klopt. En ook daar zijn we voor. En ook dat proberen we zo goed mogelijk te doen.